hij zag in mij wel dat hij mij vrijheid kon geven. En daar leerde ik mee omgaan. Ja, ik ga jullie gewoon echt de rechtbank trekken. En wat ben je voor een gek? Je hoeft ook allemaal niet zo heel veel dingen te forceren. Want het toeval reikt het je gewoon echt al aan. Een hele bijzondere tijd tijdens zijn studie bij een auto-ondernemer. Een ontslag als statutair directeur bij een heel goed lopend bedrijf. En een toevallige ontmoeting bij een zandbak in Nieuw-Zeeland. Dat zijn de sleutelmomenten in het leven van ondernemer Mark de Vos van camperplatform GoBoonie. Ik wil er alles over weten in deze aflevering van Sleutelmomenten. Die ik maak samen met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Leuk dat je kijkt naar 7D-TV. Ja, Mark. Leuk dat je bent. En voordat we over die drie sleutelmomenten gaan praten, eerst even een klein beetje context. Want jij bent de allereerste gast in de 7D-studio met een korte broek. Ja. Loop jij het hele jaar in een korte broek? Ja, het is buiten. Zodra het een beetje 20 graden plus is. En ik denk dat het nu al een graadje of 24 is. Ja, het wordt volgens mij tegen de 30. Wordt vandaag weer lekker warm. Ja, dan loop ik absoluut in een korte broek. Ik heb vandaag schoenen aan en normaal heb ik slippers aan. Dus je bent net gekleed. Hey, want het past ook wel bij wat je doet, toch? Nou ja. Ik denk dat een van de belangrijkste kernwaarden zelfs van GoBoonie is freedom. We hebben een camperdeelplatform, dus een Airbnb voor campers. Ja. We zitten door heel Europa heen met inmiddels zo'n 8000 campers. En we in ons bedrijf van ruim 90 mensen nu. Ook verspreid op de payroll, zeg maar. Nee, zeker. Dat verdien ik me toch. Ook verspreid door Europa. We zijn ooit begonnen in Nederland. Hoe lang geleden? 2015. Okay. Werkte altijd wel met native speakers. Dus zodra we Italië in gingen, hadden we Italianen in dienst. Maar inmiddels is remote werken is natuurlijk geen enkel probleem meer. Ja. Dus we hebben door Europa mensen zitten. En ja, we hebben allemaal wel... Dit is wel een beetje onze stijl. Sterker nog... We hebben nog maar een heel klein kantoor. En twee keer per jaar komen we met z'n allen samen. En dan 3, 4, 5 dagen. En dat is altijd op een camping. En dan zijn we 5 dagen samen. En dan werken we samen, feesten samen. En dat zijn ons koffieautomaatgesprekken dan. Dus zou ik één keer per jaar met z'n allen? Twee keer per jaar. Of twee keer per jaar. En de rest, en er werkt iedereen remote en flexibel? En er zijn mensen die komen naar kantoor in Utrecht. En er vliegen ook wel eens mensen in. Dat ze zeggen, ik ben even een paar dagen met mijn team in Utrecht. Maar het hele bedrijf komt dan 2 keer per jaar samen. Maar voor de rest is het fluïde bedrijf waar alle mensen werken. Zeker. Waar het moet en waar het kan. Zeker, ja. We openen elke morgen om 16 over 9 digitaal. Dus dan checkt iedereen 16 in. Over 9? Ja, dat is wel heel erg handig. Want als je namelijk 8:15 doet, dan doet iedereen het ongeveer 8:15. En als je het 8:16 doet, dan doet iedereen het exact om 8:16. En daarvoor vonden we te vroeg. Geweldig. Hey, 3 sleutelmomenten waarlangs we dit gesprek gaan voeren, die bepalend waren of in ieder geval wat sleutelmomenten voor jou waren. De eerste, ik noemde hem al, een bijzondere tijd bij een grote auto-ondernemer. En dat was tijdens je studie, hè? Ja, ik had HTS autotechniek gedaan. En ik wilde nog wat meer bedrijfskundig studeren. Dus ben naar Groningen gegaan. Maar ik wilde wel mijn biertjes in de kroeg betalen. Dus ik solliciteerde gewoon bij 2 autobedrijven. Ik dacht, dan kan ik misschien auto's verkopen of iets dergelijks. Ja. En ik kwam bij Van der Molen terecht. De toenmalige Opel dealer in Groningen. Groot bedrijf. En echt ultieme ondernemer. En die zei, Mark, hier is een stapel post. Ik ben er 3 weken niet aan toegekomen. Kijk maar wat erin zit voor je. Dat. En ik heb daar tijdens mijn studententijd gewerkt. Ik kon zelf bepalen wanneer ik werkte, maar ook wat ik oppakte. Op een gegeven moment zag ik dat het schadebedrijf te weinig capaciteit had, te veel werk en geen ruimte om uitbreiding. Dus toen bedachten we met elkaar, we maken er gewoon een ploegendienst van. We gaan gewoon 4 dagen per week werken, maar dan met meer ploegen. 20% capaciteitsverhoging, dat soort dingen. En ik had alle vrijheid om suggesties te doen. En ik leerde ook wel daar om mensen dan mee te krijgen. Want ik was wel dat jonge pikkie, ook nog een keertje uit de Randstad. Ja. Zo bij de hand studentje. Ja.
En Groningers die zijn natuurlijk heel stug, maar die zijn ook heel nuchter. Ja. En op het moment dat je ze meekrijgt, dan hoef je ook niet meer een woord aan vuil te maken. Dus ja, dat was voor mij wel echt een leerschool. In eerste instantie zagen ze mij aankomen van, nou, oh ja, dat is dat ventje die... Die de oude van de molen heeft aangenomen. Nou, ik weet niet wat het is. Maar... Dus eerst een beetje moest ik wel wat overwinnen. Ja. Maar toen, toen ik ze meekreeg... het eerste succesje. En dan, nou, dat gaat toch het bedrijf rond. Werd toch steeds makkelijker. Dus ik heb daar echt een paar jaar gewerkt. Hele mooie dingen gedaan. Tijdens je studie? Tijdens mijn studie. Want was de studie nog wel relevant dan daarnaast? Als je daar zeker. Wat een feest is het als je in de collegebanken zit en allemaal theoretische dingen en dat vervolgens in de praktijk ziet. Mm. En gewoon kan toepassen of signaleren. En denk, oh ja, maar zo werkt het dus echt. Dat was echt wel een gouden combinatie. Dat was wel anders dan even biertje stappen in de kroeg tijdens je studententijd. Als je kijkt als sleutelmoment, wat zijn de belangrijke lessen die jij van die persoon hebt meegekregen? Hoe hij zijn bedrijf runde, de kansen die hij gaf? Ik denk dat... en dat ontdekte ik pas veel later natuurlijk. Maar hij zag in mij wel dat hij mij vrijheid kon geven... En daar leerde ik mee omgaan. Dus ik ben echt super eigenwijs en recalcitrant. Maar daar... Definitie van ondernemer. Maar daar is het wel... daar heb ik de ruimte gekregen om dat te tonen. En om daar ook fouten in te maken. En zonder dat ik daar hard op afgewezen werd. Maar dat ik daar wel... ik zat ook gewoon op zondagochtend bij de familievergadering. Ja, op zondagochtend was een familievergadering. Nou, mocht ik ook... aanschuiven. Sterker nog, dat was eigenlijk wel vanzelfsprekend dat ik dat deed. Ik kreeg wel echt alles van het ondernemen mee van die familie. Ook van familieomstandigheden. Dus dat liep altijd heel erg door elkaar. En ook daarvan heb ik wel bedacht, nou, als ik ga ondernemen, niet dat ik dat nou per se zoals voor ogen had van, nou, ik moet ondernemen, maar gewoon wel, ik dacht van, nou, je moet wel proberen altijd je eigen omgeving te kiezen en niet vast te zitten aan je familie. Ja. Dus geen familie in Gobuni? Nee. Maar je bent niet alleen gestart, hè? Nee, ik ben samen met Foppe gestart. Die ik mijn ander sleutelmoment heb ontmoet. Dat was de derde. Zullen we hem omgooien dan of zullen we de volgorde handhaven? Nou, laat maar even omgooien. Ja. Bij de Zandbak. Laat me wel in volgorde doen, want ze hebben wel een beetje met elkaar te maken. Dan gaan we eerst naar de tweede. Dan houden we die medeoprichter even vast, want daar zit dus iets met Nieuw-Zeeland. Cliffhanger. Ja. De tweede, dat was misschien een wat mindere, tenminste zo klinkt het een beetje, maar je bent ontslagen als statutair directeur bij een zeer goed lopend bedrijf. Ja. Dus dat is dus het volgorde. Dus je was afgestudeerd op een gegeven moment? Ja, ik ben afgestudeerd en toen uiteindelijk ben ik weer teruggegaan richting Randstad. Heb daarvoor met name automotive bedrijven gewerkt. En ik werd op een gegeven moment directeur van het autoschadehuis. Mm-hmm. Maar op de een of andere manier kreeg ik het met het team voor elkaar om binnen best wel hele korte tijd de winst te, nou, ik denk, 4-5-voudigen. En dat was echt superleuk. Er was een baan voor jou, hè? Je was gewoon in dienst. Ik was statutair directeur. Ja. Nog geen aandelen? Nog jong. Nee. Maar wel statutair directeur. En dat was wel een specifiek detail. Ja, precies. dat werkte hartstikke leuk. Ik had hele goede mensen om me heen. En had daar echt geen 5 dagen in de week voor nodig. ik kon klanten, die kon ik prima bedienen. En ik had een heel goed operationeel team. Ik had een goede financieel manager. Nou, heel eerlijk, na een tijdje, de helft van de tijd had ik gewoon best wel over. Dus ik ging met mijn collega-directeuren, ging ik wel een beetje babbelen van, goh, wat doe je allemaal? En soms hielp ik er eentje met iets. Dat deed me eigenlijk weer een beetje aan mijn oude van de molen tijd denken. Ik liep gewoon een beetje rond in het bedrijf en ik ging gewoon kijken, kan ik ergens iets leuks doen? Iets waar ik goed in ben. En de grote holding erboven, daar zaten wat managementwisselingen in. Ook familiebedrijf. Het autobedrijf ging niet zo goed. Dus er kwam wat holding directie in die wilde saneren en allemaal dat soort dingen. En op een gegeven moment, ik denk dat ik in 2,5 jaar tijd 4 holding directeuren heb versleten. versleten, ja. En de laatste,
Daarvan zei mijn vrouw, die alleen maar mijn verhalen hoorde, zei van, nou, die moet je misschien een beetje voor opletten, want... Vrouwen kunnen dat, hè? Vrouwen afstand, kunnen dat, hè? Absoluut. Ja, dan zeg je zes verhalen heb je dan verteld en dan hebben ze een analyse dat je denkt... En dan zeg je, nou, die John, die moet je maar eens even in de gaten houden. Want dat voorstel wat hij hier nu doet, dat ik vertrouw het niet. Hmm. En nou, achteraf bezien is gewoon een hele duidelijke conclusie. Hij voelde zich een beetje bedreigd, waarschijnlijk door mij. Hmm. Want ik had met mijn team het absoluut het best draaiende bedrijf. Niet het grootste bedrijf in de holding, dus wij konden niet de verliezen van de dealerbedrijven even compenseren. Maar we hadden wel gewoon echt een heel goed lopend bedrijf en we deden ook leuke dingen. We gingen als managementteam de doelstellingen, de ambitieuze doelstellingen hadden gerealiseerd. Dan gingen we ook gewoon 2 dagen autoracen in Engeland. Ja, dat vond ik dat het team verdiend had. Ja, dat kon hij denk ik niet zo goed waarderen. En hij had shit van de hele holding natuurlijk. En hij had shit van de hele holding, ja. En ik was statutair directeur. Dus hij kon me eigenlijk zonder reden elk moment ontslaan. Ja, dus dat heeft hij op enig moment nog gedaan. Toen hij er een aanleidingje voor zag, toen dacht hij, nou, nu heb ik hem. Nu stuur ik hem naar huis. Echt uit. En ook gewoon een mail rondsturen naar het hele bedrijf van diegene die contact heeft met Mark, die staat hetzelfde te wachten. En echt dat je denkt, wat een kleuter. Wat is dit voor een gek? En ik zat er pas 2,5 jaar, denk ik. En ik had zelf zoiets van, ja, ik mijn dingetje wat ik hier kan is wel een beetje... Ja, ik kan hier niet heel veel dingen toevoegen. Dus ik ging ook een beetje op zoek van, nou, wat zou ik nog doen? Maar ik vond het ook een beetje gênant om daar weer weg te gaan. Dus ik vond ook naar mijn team toe... vond ik niet dat ik alweer meteen naar een ander bedrijf moest. Maar ja, dus ik was wel een beetje aan het rondkijken. Ik denk dat alles bij elkaar, dat hem dat een beetje... in het verkeerde keelgat schoot. En wat neem je wat neem je dan mee... Nou, ik heb daar heel erg van geleerd om beter te voelen wat mensen misschien bedoelen in plaats van wat ze zeggen. Ja. Dus ik heb daar wel echt wel geleerd, daarvan geleerd wat signalen op te pakken. Wat ik er ook absoluut van geleerd heb is om toch gewoon maar eerlijker te zijn over wat ik zelf wil. Want ik voelde me echt wel een beetje opgelaten dat ik al zou zeggen van jongens, ik denk dat we op zoek moeten naar de volgende directeur die het misschien weer beter day-to-day kan managen. We hebben het met elkaar naar een hoger plan gekregen, maar ik kan hier niet zo heel veel meer toevoegen. Maar ik voelde me daar een beetje gegeneerd over. Er waren ook mensen die vroegen, goh Mark, het bedrijf zat in Alphen aan de Rijn en ik woon in Amsterdam. Ze zeiden, nou, kom je nu ook naar Alphen aan de Rijn? Verhuis je nu naar Alphen aan de Rijn? Ik dacht, verhuis naar Alphen aan de Rijn? Nou, dat was niet helemaal van plan. Dus ik voelde me wel een beetje opgelaten. Dat is heel mooi is een Alfa. Zeker, nee, ja. Niks mis mee. Maar je woonde zeker lekker niks waar je woonde. Ik woonde daar prima. En mensen verwachten meer dat familiegevoel, wat ik op een andere manier invulde. Maar daar durf ik ook niet heel erg dan te benoemen hoe ik dat dan zelf... aan de ene kant... Wat ik daar zelf van vond. Neem het aan de ene kant proef ik een soort van heel erg loyaliteit bij jou. Ja. Maar aan de andere kant een soort vrijbuiterig spring in het veld. Zeg zeker, maar. Zeker. Nee, ik ben denk ik ongelooflijk loyaal en oprecht en eerlijk. Maar als ik ergens in geloof, dan ga ik echt alles aan doen om te zorgen dat ik iemand kan overtuigen. En dan moet je me niet met regeltjes of zo doen we dat nou eenmaal. Of dat past hier niet met non-argumenten mij gaan beperken. Want dan ga ik heel hard meppen. Ja, precies dat. Dus het moet wel logica in zitten. Heb je negatieve energie verbruikt in die fase? Want ik kan me wel voorstellen, want je vertelt alles met een glimlach. Maar het is niet leuk. Nou, het gevolg was dus, en daarom is het vooral een sleutelmoment. Ik was ongelooflijk boos op hem dat hij me dit had aangedaan. Ik voelde me echt zo ongelooflijk in mijn rug gestoken. Maar ik was ook wel een beetje voor mezelf dat ik dacht, waarom heb ik dit niet beter zien aankomen? En had ik hier niet gewoon al proactiever op moeten handelen? Ik was ook wel... het deed gewoon echt heel veel met me, omdat ik boos was. Maar ook omdat ik vond dat ik daar zelf beter mee om had moeten gaan, beter had moeten zien aankomen en dat soort dingen. Terwijl, je hoeft niet alles allemaal helemaal te voorzien, waarschijnlijk. Kun je dat nu beter, denk je?
Ja, zeker. En hoe kun je dat zien? Hoe kun je bewegen? Want ik vind dat ook waanzinnig moeilijk, hoor. Ja. En zonder in clichés te vervallen. Ik heb inderdaad een vrouw ook die dat veel beter kan. Ik weet niet of dat, mm-hmm. is vrouw, of dat vrouwelijke intuïtie is of iets dergelijks. Ik weet het niet. Maar ik kan het in ieder geval heel slecht. Ja. Dat ik met open ogen ergens intuin. En dat achteraf, dat je denkt, ja. Weet je, ja. Duidelijk. Maar heb jij nu dingetjes waardoor je dat beter kan inschatten? Misschien kan ik het beter inschatten, maar kan er beter mee omgaan. Ja, ja. Dus ik ben eigenlijk wel een beetje trots op dat, als dat beetje naïeve aspect. Dat maakt me ook wel dat ik een beetje ideologisch soms kan zijn en daar energie in kan steken. Ja. De andere mensen zeggen, joh, daar gaat er geen energie in steken, van onzin. En ik denk, nou, ik geloof erin en daar ga ik dus voor. Ja, ja. Nou, als het niet uitpakt, nou, dan pakt het niet uit. Dus dat is een vorm van ook een naïviteit waar ik dan mijn eigen kracht wel in zie. Ja. Ja. Ja, bijna kinderlijk. Ja, ja. Ja. En dat accepteer ik nu dat zo is. Ja. Ik denk, nou, dat is gewoon mijn kracht. Ja. Dan zal die John, die had dat wat minder. Ja. Of hoe laat hem John doen. Waarschijnlijk heet hij ook John. Ja, 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 ja. Zeker. En wie weet ziet hij dit ooit en dan denkt hij, dat was ik. Maar het sleutelmoment eraan, daaraan gevolggevend, is dat ik was zo boos. Dat, ik had er advocaat op gezet. En ik had gezegd, ik ga jullie gewoon echt door de rechtbank trekken. En wat ben je voor een gek. En vervolgens zei mijn vrouw weet je wat? Als je nu toch even niks te doen, we kunnen ook gewoon even lekker een grote reis maken. En onze jongste zoon was toen net 3 weken oud. Ah. En onze oudste was 1,5. Nou, en, dus nog vrij van school, zeg maar. Precies. Dus... Een week, 2 weken later hadden we eigenlijk een plan gemaakt dat we 4 maanden op reis gingen. En we gingen naar. We wilden heel graag naar Bali, want daar hadden we familie wonen. Ik wilde nog heel graag naar Argentinië terug, was ik ooit geweest. En dat wilde ik mijn vrouw laten zien. Vond ik fantastisch mooi, Buenos Aires en omgevingen. En ik wilde wel heel graag naar Australië. En iemand had gezegd, nou, als je in Australië bent, moet je ook naar Nieuw-Zeeland. Ja. Dus ja, dat was het plan. 4 maanden. Elke maand een andere. Had je vrouw een andere area. Mijn vrouw is zelfstandig. Ah, dus die kon 4 maanden. Zei, kon die toen al remote ook doorwerken? Of had ze gewoon stoppen? Nee, hoor. Nee, okay. Gewoon... Gewoon stoppen. Ja. Dus we hadden een beetje ingeschat van... Nou, misschien krijgen we wel zoveel geld uit deze zaak. Weet je wat? We hebben nog wat op de spaarrekening staan. We stoppen dat gewoon in onze reis. Dus we zijn 4 maanden op reis gegaan. Mm. En alles om lekker te resetten. Lekker met de kinderen op pad te zijn. En een fantastische tijd te hebben. En toen stond je bij een zandbak. En toen kwam ik bij een zandbak terecht... In Nieuw-Zeeland. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het nog iets anders is. Mijn vrouw stond bij die zandbak. Ja. En onze oudste zoon Jim, die dus toen ruim bijna 2 was, die zat in die zandbak. En er zat Taken, een ander Nederlands jongetje, dezelfde leeftijd, met papa ernaast. En dat was Foppen. Klinkt Fries. Klinkt het, maar is het niet. Ah. En mijn vrouw raakte aan de praat met de andere Nederlander op die enige camping in Nieuw-Zeeland. Ja. En dat klikte wel. Dus gezellig zitten borrelen en de volgende dag nog wat zitten praten. Wij trokken van noord naar zuid en zij trokken van zuid naar noord in Nieuw-Zeeland. Dus we hebben tips uitgewisseld. En van god, daar moet je naartoe en daar moet je naartoe. En later hebben we elkaar in Nederland nog 1 keertje opgezocht om wat foto's en verhalen uit te wisselen. Maar het klikte op zich nog steeds wel. Niet dat we nou direct wat met elkaar gingen doen, maar meer leuke gesprekken. Ja, precies, ja. En ik heb na die reis, want we hebben Australië en Nieuw-Zeeland met een camper gedaan. En na die reis heb ik in Nederland een klein campertje gekocht, omdat ik dat echt een fantastische manier vond. Wij waren backpackers en dit is eigenlijk een backpack on wheels. Dat rondreizen, dat vonden we geweldig. En na dat ik mijn camper aan mee had gegeven aan een paar vrienden... en die dat ook heel leuk vonden, dacht ik... nou, weet je wat, ik zet hem gewoon op Marktplaats te huur. En binnen no time was het hele seizoen was mijn camper verhuurd. Ik denk, dat is mooi. De hele camper al terugverdiend. En na het volgende jaar dacht ik... ja, maar hoeveel campers zijn er wel niet in Nederland? Hier zit misschien wel een businessmodel in. En het bestond nog niet? En het bestond nog niet. Want we praten nu 2014 was dit. En het bestond nog niet. Airbnb's bestond wel al? Hm? Airbnb 2009. Dus 2011 een beetje echt bekend. Ja, dus het platform idee. Dus ik dacht, ja, dan moet Airbnb voor campers komen. Dus doen we even. Dus mijn vrouw zei, ja, weet je nog, die Foppen uit Nieuw-Zeeland, die deed iets met start-ups en bedrijven opzetten. Misschien kan die je wel helpen aan een developer.
Want ja, moet even een developer hebben. Een siteje bouwen. Een siteje bouwen en dan loopt het. Dus ik Foppen gebeld. Dat was voor kerst 2014. Hij zei, ja, nee, dat lijkt me een goed idee. Klinkt leuk, kunnen we wel even over hebben. Laten we 2 januari afspreken. Ja, 2 januari gaan zitten. We zijn 's morgens gaan zitten. En einde van de dag was het in één keer einde van de dag. Toen hadden we een spreadsheetje klaar en we hadden een plannetje. Toen zei, weet je wat, heb je morgen wat te doen? Nee, nou, laten we morgen weer gaan zitten. En we zijn niet meer gestopt. Niet meer gestopt. En 3 weken later begon de developer. En dit was januari dus. En op 18 april waren we live met 150 campers, boekable, betaalbaar, alles was. En de eerste dag kwam gewoon de eerste boeking binnen. Dat je denkt, alsof we al jaren bestonden. It's magic. Ja. En de naam? Ja, dat als je tegen een Nieuw-Zeelander zegt, I am out in the boonies. Dan bedoelt hij, ik ben weg, ik ben onvindbaar. En ja, go Boonie, hè, wees onvindbaar. Met onze roots in Nieuw-Zeeland waar we elkaar ontmoeten hebben. Toen dacht ik, ja, dit is hem. Hele gekke naam, maar... En jullie zijn met z'n tweeën toen ook gezegd van, joh, dat wordt een BV'tje allebei 50% ja. En we gaan ervoor. Zeker, ja. Grappig. En heb je investeringen? Want ik denk dat je hebt geen investeringen nodig extern, of wel, om te starten wel. Ja, ja, kijk, we hebben er zelf geld in gestoken. Ja. Want we hebben developer aangenomen. En we hebben meteen stagiaires natuurlijk ingezet. Ja. We moesten kantoortje hebben. Dus we hebben wel echt geld erin gestoken. En toen na 10 maanden hadden we onze eerste investeerders binnen. Ze waren informal investors. Okay. En sindsdien hebben we eigenlijk elk jaar wel een vorm van funding ronde gedaan. Mm-hmm. Dus wij zijn, zoals ze noemen, cash positive bedrijf. Mm-hmm. Maar wij stoppen al het geld in verdere groei. Ja. En blijven ook iedere keer geld ophalen om verder te groeien. Heb je nog meer eruit van de aandelen of niet meer? Nee, we hebben als founders hebben we net iets minder nog dan de helft. Hey, en ik ben altijd iemand die dan meteen nadenkt over problemen en zo. Dat zit een beetje. Daarom ben ik ook geen grote ondernemer en gewoon lekker met mezelf. Maar dan denk ik van, oh ja, kut, die dingen die gaan kapot en gezeik en verzekeringen en shit. Maar dat is gewoon uitdenken en inregelen en dan is klaar of hoe? Ja, kijk, de grap is, als je 3 campers hebt, dan moet je heel veel dingen gaan regelen. Dan moet je overal aan denken. Maar als je de 8000 hebt, ja, dan heb je op een gegeven moment systemen opgezet en dan heb je allemaal partnerships en dan heb je alles goed geregeld. En dan maakt het niet meer uit. Dus het is een kwestie ook gewoon van op een gegeven moment de juiste partners vinden. We hebben in alle landen waar we zitten, hebben we de juiste verzekeraars aangekoppeld. We hebben juiste netwerken van schadeherstellers. We hebben ons systeem, ons platform is heel erg uitgebreid. De service die erin zit gaat eigenlijk veel verder dan bij Airbnb. We hebben een hele claim settlement systeem erin zitten. We hebben de huurde betaald borg. Dat blijft staan bij onze betaalprovider. De hele afwikkeling daarvan vindt elektronisch plaats tussen huurder en verhuurder. Het leuke is dat je dit soort dingen kan bouwen als je het in groot volume kan doen. En dan kan je echt een service portal maken waar mensen ook echt iets aan hebben. Ja. We zijn nu bezig met het maken van het voorbereiden van echt roadtrips, reizen. Dat is heel veel werk als je dat voor 10 mensen doet. Maar het leuke is dat je dat met communities en met AI kan je dat ook voor tienduizenden mensen gaan doen. En dan hebben ze toch nog allemaal een unieke reis. Geweldig. En wat zit voor die model daarvan voor jullie? Het is altijd een percentage van de omzet. Ja. Hey, en wat kunnen we leren van dit sleutelmoment eigenlijk? Wat kunnen we daarvan leren? Nou ja, dat is een hele goeie. Wat kan je ervan leren? Goh, ja, ik denk wel door de jaren heen, maar dat is wel na dit sleutelmoment denk ik geweest, nog steeds meer leren op mijn gevoel te varen. Heel erg rationeel, maar ik heb wel echt geleerd om echt te voelen van, geloof ik hierin, vind ik dit goed? Dat heb ik geleerd. Maar vooral ook dat echt de hele wereld van toeval aan elkaar hangt. Echt, hè? Echt alles. Is het voorbestemd, denk jij? Nee, daar zit ik niet zo in. Nee. Dingen gebeuren gewoon. Ja, maar ik ben wel, heb ik gemerkt, vaak meer opmerkzaam dan andere mensen om me heen. Dus ik zie meer dingen dan misschien andere mensen zien. En dus er vallen mij dingen op en dan denk ik, oh, hey, hoe zit dit, hoe zit dat? En dan vraag ik ernaar en dan kom je heel snel van het een tot op het ander. En dat van het een op het ander, ja, daar zitten oneindige mogelijkheden in. Dus ik zie ook heel vaak heel veel mogelijkheden in van alles.
En dat is dat toeval. Dat is dat toeval. Ik denk, ja, je hoeft ook allemaal niet zo heel veel dingen allemaal te forceren. Want het toeval reikt het je gewoon echt al aan. En dat hebben we binnen GoBooney ook wel echt. Hè, dat er heel veel bedrijven die daar in excelleren om gewoon een idee. Als je voelt dat het goed is, gelijk kijken of je met data kan onderbouwen of het klopt. Klopt het niet, probeer het nog een keer. Klopt het nog niet, probeer het nog een keer. Klopt het nog niet, nou dan was je idee waarschijnlijk wel echt heel slecht. En dan laat je het weer los. Voordat je op basis van gevoel dingen gaat doen, maar vooral ook op basis voordat je dat je niet aan de slag gaat, omdat je misschien niet helemaal vertrouwt op je gevoel. Ja, ja. Gewoon gelijk proberen, testen, kijken, heel klein kijken, kan dit werken? Ja of nee, een manier vinden om te testen of mensen hierop zitten te wachten of dat dit een procesverbetering is of wat. Gewoon proberen, want je komt van het een op het ander. Ja, ja, step by step. Absoluut. Ja. We hebben hele ambitieuze 5-year goals. En voor het komende jaar maken we altijd weer een heel uitgebreid plan. Maar de echte dingen, die bepalen we echt per kwartaal. Per kwartaal kijken we echt, wat gaan we echt doen? En op basis van wat er gebeurt ook. Dus. Precies, ja. Precies. Dus verder dan een kwartaal vooruitkijken doen we niet heel erg. Hey, en is het nog spannend? Want jij bent wel iemand die houdt, volgens mij, je thrill zit hem ook in dat starten. Ik kan me voorstellen dat je in zo'n beginfase echt helemaal door het dak gaat. En dan bouw je dit uit. Nu zit je met best wel heel veel mensen. Je bent hoeveel landen nu actief? Zes landen. Ja. Hoe hou je het spannend de komende jaren? Wat zit er allemaal in de pipeline, zeg maar, in je hoofd? Je ogen open houden en overal weer kansen zien. Huh. Daar zit die spanning maak je echt zelf. Het is echt. Het is zo gaaf om een bedrijf te hebben wat hard groeit. Want je kan namelijk zoveel dingen ondernemen. Ja. Kijk, als je 5, 6, 7% per jaar groeit, moet je alles heel precies plannen. En dan moet je keuzes maken. Hoe kan ik dat wel, dan kan ik dat niet. Maar als je 100% per jaar groeit, ja, dan kan je gewoon heel veel dingen proberen. En er zitten gewoon iedere keer weer pareltjes tussen. Die, oh, wat kicken dat lukt. Want dat doen jullie, 100%? Ja, we zitten tussen de 75 en 125%. Omzetwise. Ja. En heb je verkoopstrategie met je platform? Tenminste, ik weet niet, maar zijn er... Als bedrijf? Ja. Goh, ja. Kijk, uiteindelijk, we hebben allemaal investeerders in het bedrijf en die willen ook een keer een exit maken. Ja. Wij zitten er niet zo heel erg in dat we nou per se een exit willen maken van, goh, oh, maar dan moeten we onze aandelen verkopen of zo. Maar er zal ongetwijfeld ook daar zal wel weer een iets komen. En ja, als we nooit gekocht worden, ja, dan moeten we maar een IPO of zo doen. Ik weet het ook niet. Ja. Maar nee, er zal ongetwijfeld wat gebeuren. Ja. Want onze investeerders willen er ook een keertje uit. Ja. Maar er is niet een vast omlijnd plan van, oh, over 3 jaar moet het verkocht zijn. En ja, het gaat ook in allerlei vormen met ups en downs. Ja. In 2019 konden we in onze 2 key landen konden we uiteindelijk net de deal niet doen met een verzekeraar die we wilden. Dan hadden we in 1 keer maar 30% groei in dat jaar. Dus ja, dat kan ook gebeuren. Ja. En dus ja, het is wel, het is echt surfen. Het is echt op de waves. En soms waait het even niet. Je surft ook waarschijnlijk. Ja. Ja. Mag ik jou danken voor dit enorm leuke gesprek. En je hebt mij in ieder geval gemotiveerd. Ja, ik wil er eigenlijk nog al jaren niet aan. Maar Claire loopt al jaren te zeuren dat we een camper iets moeten doen. Dus ik vrees dat ik toch maar eens een klant ga worden van jouw platform. Leuk. Nou, als jullie het een keer een weekendje willen proberen. En mijn eigen camper is niet weg. Amsterdam is niet ver hier van Bussum. Dus, ja, ga maar regelen. Leuk. Mag ik je danken voor dit gesprek. Dank je, Ron. En dank je wel voor het kijken en heb je geluisterd. Luister naar de podcast. Dankjewel voor het luisteren. Ook namens Centraal Beheer Zakelijk. Want deze aflevering is uit de serie Sleutelmomenten. En Centraal Beheer Zakelijk wil jou heel graag verder helpen als ondernemer in jouw carrière. En ik hoop dat we met dit gesprek daar een beetje aan bij hebben gedragen. Dankjewel voor het kijken. Hoi.